Ik ben Annelien, ik ben 35 jaar, ik heb 2 kinderen en ik doe dit nu 2,5 jaar samen met Sharon, de groepsopvang. Ik heb eerst in een kinderdagverblijf gewerkt en toen zei ik, ik ga dat zelf doen. En ik vind het wel altijd leuk met hun, ze grootbrengen, ze van alles bijleren. En dan zijn het ook wel dikke tranen als ze 2,5 zijn en ze moeten naar school, dan vind ik dat wel heel erg. Wij zijn open van 7 uur tot 5:30. En de ene geeft dat door, die komen om 7 uur, maar de andere altijd om 8 uur. Dus een beetje flexibel plan, kijken naar de ouders, wat hebben ze nodig. Tussen 7 uur en 8:30 mogen ze eigenlijk hun boterhammetjes van thuis uit meebrengen. En eten ze die hier op. En we begeleiden hen daarbij, doosje open doen, stukjes uithalen. Maar ze kunnen het ook wel heel goed zelf. Ik ben Els Hoeven en ik ben nu 2 jaar onthaalouder. Zorg, dat zit wel zo in mij en ik vind het ook wel heel leuk om te doen. Maar je krijgt er ook heel veel van terug. Die komen je knuffels geven, kusjes geven. Ook als jij een mindere dag hebt, dan komen die toch rond je nek gevlogen. En dan denk je van, oh ja, ik kan er wel weer tegenaan. We gaan elke dag wandelen. Dat staat zeker sowieso op het programma hier. Tenzij het echt regent, dan niet. Maar als het een beetje mis is, dan durf ik ook nog wel eens te vertrekken en te gaan. Het voelt zo als een eigen gezin, dat je samen gaat eten. En ja, dat je eigen kinderen allemaal aan een tafel zitten die maar toch van iemand anders zijn. Ik ben Leentje Beumer. Ik ben onthaalmoeder sinds 2016 hier in Kleine Brogel. Ik was voorheen, stond ik in het onderwijs. En ik wil eigenlijk gewoon niet meer terug. Ik doe dit veel te graag. Ik ben altijd graag bezig geweest met mijn kinderen. Mijn eigen kinderen helpen in de ochtend met ja, het ontbijtmoment voor de vroege kindjes. In de namiddag als mijn jongens terugkomen van school en dan komen zij ook erbij zitten en dan is het één groot gezin. Je hebt als onthaalouder veel vrijheid in je uren en in je dagen. Er zijn er die 24/7 doen. Er zijn ook onthaalouders die ja, later beginnen dan mij of vroeger eindigen dan mij. Ook een dag vrij in de week of een halve dag vrij in de week. Dat is ook gewoon wat dat je eigen draagkracht aan kan. Ik vind dit gewoon geweldig. Ik hou van die kleine mannen. Dat, ik zeg ook mijn kindjes. Ik ben van geen ben ik de mama. Maar het zijn wel mijn kindjes.